Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Het is vrijdag vandaag en mijn vakantie is nu echt begonnen. Eindelijk is het vakantie. Ik heb vandaag lekker de eerste vakantiedag gehad. Lekker uitgerust en morgen dan is het zover. Dan gaan we vertrekken richting Slagharen. Ja, ik heb er echt ontzettend veel zin in. We zijn er een week zijn we daar. En ik zal heel veel gaan vloggen. Heel veel gaan opnemen. En ik zal ook een paar keer even online zijn als ik in het park ben. Dus, reden te meer om mijn kanaal in de gaten te houden. Ja, ik heb er echt heel veel zin in. Eindelijk is het dan zover. Ik heb de laatste paar dagen echt een beetje op mijn tenen gelopen, want ik had echt zoveel zin om te gaan. Ik zat nog een beetje naar de laatste dagen te hikken. Maar dan gaat het nu dan toch eindelijk gaat het beginnen, jongens. Ik heb er echt heel veel zin in. En ja, ik kan haast niet wachten op morgen om, ja, om te gaan. Vanavond is ook de allerlaatste livestream. Voorlopig eventjes natuurlijk, een weekje maar. Maar is de laatste livestream. En dan zullen jullie dus helaas eventjes een weekje zonder GTA moeten doen. Maar wat dat betreft krijgen jullie in ieder geval weer wat leuke dingen ervoor terug. En dat zijn natuurlijk heel veel Slagharen vlogs. Heel veel leuke video's op mijn kanaal. Dus ja, voor de mensen die op mijn kanaal kijken voor de GTA livestreams. Ja, even een weekje rust. Maar blijf wel gewoon het kanaal in de gaten houden. En blijf gewoon lekker abonneren en liken op mijn video's. Nou, ik heb vandaag niet veel gedaan, want ik was in slaap gevallen eigenlijk een beetje. Ik was een beetje moe. Dus ik heb lekker vandaag eigenlijk heel veel uitgerust. Dadelijk na het eten ga ik alvast beginnen met inpakken. Moeten nog wat aantal spulletjes meegenomen worden. Ik moet de batterijen allemaal opladen. Ik heb er voor mij al twee, had ik er al klaar. Maar ik moet nog even wat batterijen even vullen voor naar Slagharen te gaan. Ik neem alle mijn batterijpacks neem ik mee. Dus dan heb ik in ieder geval genoeg batterijen om daar te gaan filmen. En ja, drie batterijen is gewoon makkelijk. Ik had het al een keer eerder, heb ik het er al een keer over gehad. Want je kan gewoon al lekker, ja, je kan dan gewoon lekker wisselen. En je hoeft niet te wachten dat, ja, dat de batterij leeg is, dat je hem weer helemaal opgeladen hebt. Dus ik ben wel blij dat ik drie batterijpacks heb die ik lekker mee kan nemen. Ik heb twee SD-kaartjes, dus het komt allemaal wel helemaal in orde. Komt het. Nou, in ieder geval ja, ben ik wel ontzettend blij dat het eindelijk zover is. Oh, ik was deze aan het zoeken. Kijk, ik heb deze ook weer gevonden. Die schroef ik er gelijk even op. Want anders ben ik dat ding weer kwijt. En die wil ik toch echt meenemen naar Slagharen. Want kijk, dan kan ik hem zo vasthouden. Ik heb hem dus onder mijn camera geschroefd. En dan kan ik dus lekker gaan filmen. Nou, het zou, als het goed is, zou het mooi weer zijn. Ik weet niet hoe het weer volgende week wordt. Maar ik hoop dat het weer zo lekker een beetje blijft. Het is echt heerlijk weer, lekker zonnetje. En ja, als je dan daar in het park loopt, dan is dat wel lekker. Ik denk niet echt dat het nog korte broeken weer wordt. We gaan het wel zien, we gaan het wel meemaken. Maar in ieder geval lekker korte mouwtjes, lekker een kort t-shirtje. En dan kan ik lekker gaan kijken. Ja, ik heb verder niet echt veel meer te melden. Ik wou in ieder geval
in ieder geval eventjes vertellen dat ik lekker vakantie heb. Mensen toch nog even lekker een beetje gek maken. Ramon en Kevin die moeten gewoon weer werken. Nog de hele week en ik ben lekker vrij. Maar ja, die gaan weer op een andere dag weer vakantie. Dus dat komt allemaal wel goed. Nou, ik ga deze video even editen. En dan ga ik hem online zetten. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Morgen dus de allereerste vlog. Ik zal een beetje dan een vlog maken van de heenrit ernaartoe. En dat ik daar aankom en zo. Dus dat komt allemaal wel goed. Ik bedank jullie in ieder geval allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrex. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, de groetjes van deze kant. Kijk vanavond naar de laatste livestream voor mijn vakantie. En hou tijdens Slagharen mijn kanaal in de gaten, want er komen hele leuke livestreams en leuke video's online. De groetjes allemaal en jullie weten het allemaal. Skabedi, skabedoe, skabedabedoe. Paf!